Birdie op de radio met het nummer People Help the People. Draai ik niet zomaar. Ik heb het speciaal gedraaid voor in de eerste plaats Livia van Belen. Zij is slechts 13 jaar oud geworden. En ik heb dit nummer ook gedraaid voor haar ouders, haar broer, haar familie, al haar vrienden. Ja, die al zo lang zonder Livia door moeten. En dat doen ze op een hele krachtige manier. Ja, het is een bekend verhaal. Het is een treurig verhaal. Livia van Belen uit Pijnakker. Ze zou vandaag, exact vandaag, 21 jaar zijn geworden. Ze maakte op 13-jarige leeftijd helaas een einde aan haar leven, omdat ze naar eigen zeggen ontzettend werd gepest. Laat het een wijze les zijn, een leer voor iedereen, dit treurige momentum. Dat meisje dat op 13-jarige leeftijd uit het leven stapte en vandaag 21 jaar zou zijn geworden, om iedereen, maar dan ook iedereen, gewoon in zijn waarde te laten. En stop het pesten, want het begint gewoon elke dag weer opnieuw. Nog steeds overal. En ja, dit is een situatie waarvan je kan zien hoe het uiteindelijk afloopt. Ja, waarom Birdie, People Help the People? Nou, het was het favoriete liedje van Livia, dus vandaar. Ik wens van achter deze microfoon, vanuit deze studio, de ouders en familie van Livia, ook haar broer, ontzettend veel sterkte. Zeker deze moeilijke dag. Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.